Goedemorgen, of goedemiddag. Het is maar net op het moment wanneer je dit filmpje bekijkt. Lieve mensen uit Doetinchem en omstreken. Nou, ik vind het geweldig mooi dat ik vandaag weer iets met jullie mag delen uit de Bijbel. En ik heb daar even over nagedacht, van, nou, wat zou ik graag met jullie willen delen? En ik zit nog een beetje met mijn Pinkstergevoel in mijn hoofd en in mijn hart. Dus ik dacht van ja, het is Pinkster geweest, maar misschien is het wel eens tijd voor een Pinkster After Day toespraak of zo. Dus daar heb ik eens over nagedacht en ik denk dat ik het daar met jullie over wil hebben, over de dagen na Pinksteren. We moeten er weer een jaar tegenaan na Pinksteren. En ik heb van mezelf bedacht, wat heb ik dit jaar met Pinkster aan gemist? Wat heb jij gemist dit jaar met Pinkster? Nou, wat ik vooral gemist heb is het mooie weer. De familie bezoeken, hè, dat was allemaal wat op een laag pitje. Misschien heb je wel de uitstorting van de Heilige Geest gemist in je leven. Dat je op zoek bent naar de Heer Jezus en je wilt weten wie die is. En je wilt ontdekken wat de Heilige Geest voor je kan betekenen in je leven. Misschien heb je de vervulling van de Heilige Geest wel gemist. Hè. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Misschien heb je opwekking wel gemist. Hè. Ik heb ook heel wat opwekkingsjaartjes op zitten. En dat is altijd mooi met tienduizenden volgelingen van Jezus en samen te zijn. Het enige wat minder mooi is, dat is de file terug. Maar opwekking, daar koester ik veel goede herinneringen aan. Veel goede toespraken gehoord. Maar de beste toespraak die ik gezien heb, was een beetje aanschouwelijk onderwijs. Ik zal het echt nooit meer vergeten. Dat was, de conferentie was over, het is dan maandagmiddag, hè. Je gaat nog naar je laatste toespraak toe en dan is het allemaal rennen weer naar de tent toe. En we waren met een man van 15 of 16, weet ik hoeveel. En een van die mannen die haalt de auto op en die had er al tijden in de file gestaan en die komt bij de tent en zijn vrouw die heeft de tent niet opgeruimd of weet ik wat eraan was. Maar die kerel werd me toch boos. Nee, het was niet te filmen. Dus ik zat echt op mijn stoeltje, zat ik dat eens allemaal te bekijken. Ik denk, oh mijn lieve God, wat kan het snel gaan, hè? Dat je zoveel zegeningen ontvangt in zo'n weekend rondom Pinksteren en dat het zo snel uit je leven geroofd kan worden. En dat beeld ben ik ook nooit meer vergeten, omdat ik het ook wel herken in mijn eigen leven. Misschien herken jij het ook wel in je leven, dat je, het hoeft niet met Pinksteren te zijn, maar dat je gewoon een prachtige toespraak hebt gehoord of een mooi lied hebt gehoord. Dat je vol bent van de geest, hè? Je glimt en je doet, er komt vuur uit je oren, weet ik wat allemaal vandaan komt. Maar dat het op een moment soms ook maar weer weg kan zijn. Maar goed, van die beste man, ik zal geen namen noemen, maar het was misschien niet handig wat er gebeurde. En wie ook niet zo handig was in de Bijbel, dat was Petrus. Ook een volgeling, net als die man ook was en ik ook probeer te zijn en jij misschien ook probeer te zijn. Was Petrus ook een volgeling en een volgeling die veel fouten maakte, maar in ieder geval gelukkig niet de fout maakte om Jezus niet te volgen. Hij bleef Jezus volgen. En als je dan de Bijbel wat naleest en je kijkt eens van nou, wat was dan die Petrus voor een rakker, hè? Dan valt me op dat hij wel eens wat dingen riep voordat hij nadacht. Jezus drie keer verloochend, daar staat hij onbekend. Nou, dat is nog niks. Ik denk dat ik hem veel vaker heb verloochend. Had ook heel veel moeite mee om niet-Joodse christenen als zijn gelijken te behandelen. Nou, dan denk ik, niets menselijks is mij ook vreemd. Als zelfs christenen al een ander idee hebben over X, Y of Z, dan vind ik dat al heel erg ingewikkeld. Daar heb je gelukkig geen last van, maar ik heb dat wel. Dus ja, toen dacht ik ook van, hoe vaak overkomt mij en hoe vaak overkomt jou dat niet, dat we niet zo handig zijn. Maar gelukkig, hè, was Petrus wel de rots waarop de Heer Jezus zijn gemeente wilde bouwen. En als dat dan de norm is, als Petrus de norm is, dan is er voor mij en voor jou nog hoop. En zoals Pinksteren en de days after, wil ik eigenlijk Petrus een beetje als voorbeeld vanmorgen of vanmiddag gebruiken. En ik wil een stukje lezen uit de Bijbel. En ik heb spontaan het boek gepakt. Vraag me niet waarom. En nu die vraag van mezelf stel, denk ik van het boek was een van de eerste Bijbels die ik echt helemaal uitgelezen heb. En misschien doet mij dat wel herinneren aan de uitstorting van de Heilige Geest in mijn leven. Dus misschien dat ik daarom het boek gepakt heb. Dus er zit geen hogere theologische gedachte achter. Dan weet je dat maar vast. Wat ik graag wil lezen met jullie is 2 Petrus 1.
Vanaf vers 2 tot en met 4. En eigenlijk is dit een beetje het testament van Petrus, wordt het ook wel genoemd. En ik kan er heel veel over lezen, maar ik ga maar van 2 tot 4. Het is een ontzettend mooi stukje. En dan zegt Petrus: het is mijn grote wens dat u God en onze Heer Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want, zegt Petrus, als u hem beter leert kennen, zal hij door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldige, grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen. En geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Als ik dat dan altijd wel lees, deel aan zijn eigen wezen, dan denk ik echt aan de uitstorting van de Heilige Geest. Daarmee geeft hij deel aan zijn eigen wezen. De geest van Christus of de geest van God, wat de Heilige Geest ook wel genoemd. Deel mogen zijn aan zijn eigen wezen. Nou, als ik dat stukje van Petrus lees, dan hamert hij er hierop dat hij zegt van het, dat twee keer toen dit gedeelde, dat u de Heer Jezus beter leert kennen. Nou, dan denken wij misschien heel vaak aan nog vaker de Bijbel lezen, nog meer hoofdstukken lezen, nog meer studie maken over wie was dan de Heer Jezus. Maar in de grondtekst wat je bedoelt met beter leert kennen, dat je meer ervaringskennis met Christus opdoet. Dus meer ervaring met hem opdoet. Ik heb misschien ooit wel eens gezegd, als ik 10 jaar geleden, even zien dat ik geen fouten maak, 40 jaar geleden een boek had gelezen over Anja, de geweldige vrouw. Nou, dan was dat in mijn hoofd, was dat verankerd. Denk, nou, ze is een geweldig mens, ze is een leuke griet. Zou misschien best een leuke vrouw kunnen zijn. Maar goed, nu heb ik 40 jaar ervaring met deze vrouw. Ja, dat is gewoon echt... ik mag niet zeggen, ik kan je ze aanbevelen, want dan hebben we een kwestie. Maar het is gewoon top. En dat is ervaringskennis opdoen. En dat is wat Petrus hier bedoelt. Ervaringskennis opdoen met Christus. Dat is hij, wat hij ons nalaat in zijn testament. Nou, als ik dan naar het leven van Petrus ken en hij geeft ons dit, jou en mij, zo mee dat je ervaring met hem opdoet, dan denk ik... Hoe doe je dit nou, Petrus? Want jij was ook een mens van vlees en bloed. Hè? Als ik kijk naar zijn leven, dan heeft hij veel in gevangenschap geleefd. Hij heeft een verboden gekend. Hij heeft straf gekend. Hij werd bedreigd. En toch is zijn ervaring hè, dat je veel ervaringskennis moet opdoen met de Heer Jezus. Je moet hem beter leren kennen. Hoe deed Petrus dat dan? Hoe doe je dat, Petrus? Hoe bleef jij vervuld als jij in een gevangenis zat hè, en je werd bedreigd met de moord? Hè? In Handelingen kun je dat heel mooi lezen. Handelingen 4 is daar een prachtig hoofdstuk van. In Handelingen kun je lezen dat de uitstorting van Heilige Geest. Nou, die mannen die vliegen er allemaal op uit. Die geven links en rechts de alfa kussen. Ze zijn hartstikke druk en die worden bedreigd en onderdrukt. En weet ik alles niet, worden in de gevangenis gezet. En dan gebeurt daar iets. En dat kun je lezen in Handelingen 4 vers 31... Dat is echt, je leest er zo overheen als je niet op past. Handelingen 4 vers 31, die heb ik ergens hier. Ja, dus Petrus was erbij met de uitstorting van de Heilige Geest. En die doet allemaal een ding en hij komt in de gevangenis. En dan komt hij weer uit de gevangenis en dan waarschuwt hij hem. En dan zegt hij, Petrus, denk erom dat je je scheur nooit meer opentrekt. We willen nooit meer iets van je horen over die Christus waar je over predikt. En dan komen die mensen bij elkaar en dan gaan ze bidden. En dan staat er in Handelingen 4 vers 31. Terwijl ze dit aan God vroegen, hè, dus ze waren aan het bidden. Terwijl ze dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en zeiden zonder angst wat God hun opdroeg. Dus wat gebeurde daar? Ze baden, ze vroegen, stel ik mij daarvoor, waarom de Heilige Geest. En misschien was het ook allemaal niet zo ingewikkeld. Ze baden tot God en ze vroegen om hulp. En ze werden vervuld. Dus ze waren al gedoopt met de Heilige Geest, maar langzamerhand verdween die geest, die werd een beetje uitgedoofd, werd een beetje geblust en ze gingen gewoon bidden. Nou, als ik dat dan lees en ik ga weer terug naar het opwekkingsterrein, dan denk ik, ai, daar heb ik de boot gemist. Daar had ik iets anders moeten doen. Ik had, toen die man, die broer van mij in Christus zo boos werd, had ik naar hem toe moeten gaan en mensen om me heen verzamelen en we hadden moeten bidden. Dat we opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. Net als Petrus deed. Nou, net als Petrus in gevangenschap leefde en de wereld zeg maar, aan hem trok. Waardoor de Heilige Geest wat uitgedoofd werd, wat uitgeblust werd. Hebben wij ook zo'n leven?
een leven waarin we soms onwetend zijn over hoe dingen lopen. Onwillig kunnen zijn, wat de Heilige Geest ons opdraagt. Onbeleden zonde, wrok, bitterheid, een pervers gedrag. Verslaafd zijn aan geld of gokken of macht. Jaloers zijn, rivaliteit, oneenigheid, een klein geloof hebben. Ziekte kennen, pijn kennen, angst kennen. Kortom, je kunt heel veel dingen opnoemen waardoor de Heilige Geest langzaam in jou en mijn leven uitgedoofd wordt. Terwijl Peter zegt van, maar pas op, leer hem, leer die Christus beter kennen in plaats van dat hij verder van je afdwaalt en afgaat. En net als Peter zegt, de wereld in zijn hart terrein wint, kan de wereld ook in ons hart meer terrein winnen. En dan staat er heel mooi in Efeze 4, vers 30, hè, daar staat dan, doe de Heilige Geest geen verdriet, hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Dus doe de Heilige Geest geen verdriet. Lees je ook zomaar overheen. Maar als je de Heilige Geest verdriet doet, dan moet je beseffen dat verdrietig zijn ook een karaktereigenschap is. En dat kan alleen een persoon kan verdrietig zijn. Nou, en als je daarover nadenkt, dan denk je, oh, dus de Heilige Geest die reageert net als een persoon, net als ik en jij ook reageert in mijn leven. En ik kan hem dus verdrietig maken. En toen ik bij deze videoboodschap bezig was, dan dacht ik, waar word ik nou overal verdrietig van? Waar doen mensen mij verdriet mee? Nou, het meeste verdriet, of veel verdriet wat mensen mij aandoen, komt bijvoorbeeld voor als mensen me echt iets beloven en het niet nakomen. Ik word er niet meer boos om, want ik ben er, dat klinkt heel gek, misschien wel een beetje aan gewend geraakt. Maar ik word er nog altijd heel verdrietig van. Toen dacht ik, zo werkt het dus ook bij de Heilige Geest. Hem iets beloven en we misschien niet nakomen. En wanneer kun je nou de Heilige Geest verdriet doen? Nou, lees in je tijd thuis of in de bijeenkomst jullie zijn de Efezebrief, maar dat is na Efeze 4 en ook een stukje 5. Er staan heel veel voorbeelden in waarmee je de Heilige Geest gewoon verdriet kunt doen. Bijvoorbeeld als een heiden leven, Efeze 4 vers 17. Of door aan je zondige aard, want dat blijven wij gewoon. We zijn niet zondig, we zijn heilig, en zondig, heilig zuiver en onberispelijk. Onze aard is zondig, we willen graag nog onafhankelijk van God leven. En als je daar aan toegeeft, wordt de Heilige Geest verdrietig van. Of door te liegen, door boos te zijn en vooral boos te blijven. Door te stelen, door te vloeken. Door verbitterd te zijn. Oh, ik ken zoveel mensen die zo verbitterd zijn. En ik dank God op mijn blote knieën. Ik heb van veel dingen last, maar daar heb ik gelukkig geen last van. Maar door ook onverzoenlijk te zijn. Gewoon niet op verzoening uit zijn. Of door seksuele immoraliteit. Dat zijn zoveel zaken, en misschien is het wel grappig om die brieven langs te lezen. Om eens te ontdekken van wat er allemaal in staat waarmee de Heilige Geest verdriet kunt doen. En in een ander gedeelte in de Bijbel staat, hè, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, die staat, doof de geest niet uit. Nou, en het woord doof, als dat in de Bijbel gebruikt wordt, dan gaat het altijd gepaard met het blussen van vuur. Hè? Dus de Heilige Geest wordt ook wel eens als een vurig vuur gebruikt in de beeldspraak. Hè? Ook in de Bijbel, hè? Dat je daar ziet als de uitstorting van de Heilige Geest kwam. Hè? Daar ging er ook vuur bij gepaard. Nou, en als het in de Bijbel staat, doof de geest niet uit, dan betekent dat je eigenlijk de Heilige Geest uitdooft. Hè? Ik heb vroeger heel veel fikkie gestookt. Ik weet niet wat jullie vroeger in je jeugd gedaan hebben, maar ik heb onder andere heel veel fikkie gestookt. En als er dan iemand aankwam die het niet mocht weten, of weet ik wat voor gekkigheid, dan doofde ik dat vuur en dan viel het mij op dat het nog wel even nasmeulde. Hoeveel nasmeulende christenen zijn er in mijn gezin, in mijn kerk, in jouw kerk, in de wereld? Hoeveel nasmeulende christenen zijn er nog? Ik heb erover nagedacht en ik denk ontzettend veel. Omdat heel veel christenen vergeten om dag in dag uit opnieuw van het besef ten volle van bewust te zijn dat de wereld om ons heen ons verder van God af wil hebben. En daardoor de Heilige Geest uitblussen, uitdoven.
En dan moet je even weer met vuur spelen. Als ik dat zeg, dan moet ik altijd weer denken aan een ballon. Als ik altijd een ballon zeg, door de lucht zie zweven. Ik heb er nog nooit in gezeten, lijkt me geweldig trouwens. Dus als iemand zich geroepen voelt, nodig me gerust uit. Maar wat ik erg leuk vind, dat is dat op het moment dat die ballon opstijgt, die is heel warm geworden. En daar zit dan zo'n grote brand eronder, daarom is die warm. En die gaat dan de lucht in. Maar die lucht waar die heen gaat, die is koud. En die koude lucht, net zoals de wereld om ons heen ook koud is, die zorgt ervoor dat die ballon weer ook koud wordt. En als die ballonvader niets doet, dan staat in no time dat mandje met die ballon staat weer onder op de grond met zo'n truttig zakje wat er dan nog boven zwabbert. Hè. Het is nog net genoeg om overeind te staan, maar het heeft te weinig kracht om het verschil te maken. Hoeveel christenen zijn er in de wereld die met hun mandje aan de grond staan en nog zo'n truttig iets wat op een ballonnetje lijkt staan te wapperen? Hoe vaak ben ik niet zo'n mandje die aan de grond staat en dat mijn ballonnetje daar zo truttig staat te wapperen? En waait de wind naar links, dan waait mijn truttig zakje naar rechts en andersom. Ik denk veel, om dezelfde reden. Dat we er ons niet van bewust zijn dat we in een koude wereld leven. Ik ga afronden, want ik ben ook door mijn tijd heen. Ik zou er wel uren over kunnen praten, want ik vind het zo'n mooi onderwerp. Is het makkelijk? Is het makkelijk om alle dagen vol te zijn van Heilige Geest? Nee. Nee. En hoe ouder ik word, hoe meer dat ik durf te zeggen nee. Maar ook hoe meer ik me er bewust van ben dat het belangrijk is om elke dag opnieuw weer aan die branden te trekken zoals die ballonvader en weer vuur in mijn ballonnetje branden. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dat is wel een leuke vraag ook voor jullie. Van hoe doe jij dat? Hoe raak jij weer vervuld? Wat werkt bij jou? Muziek maken of een lied zingen? Of wat ik vaak doe onder de douche, het lied zingen, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Nou, dat is zo mooi als je het in de douche doet. Ja, buiten klinkt het niet, want ik ben nooit zo goed van stem. Maar ik wil jullie daar allemaal de zegen bij meegeven. De zegen van God. De zegen van de Heilige Geest. En de zegen van Jezus Christus. Dat jullie dag in, dag uit opnieuw vervuld mogen zijn. Van Gods Geest. En dat je beseft dat je deel hebt aan zijn wezen. Ik wens jullie allemaal een geweldige tijd en een geweldige dag toe. En ik hoop dat we elkaar binnenkort weer eens live zien. Nou, lieve groet vanuit Aalten en tot de volgende keer. Doei doei!